Elk jaar worden in Nederland honderdduizenden bliksemontladingen geregistreerd. Een inslag kan levensbedreigend zijn, maar ook tot verregaande economische schade leiden. Voorbeelden zijn beschadigde gemalen, windmolens of stagnerende productieprocessen. Een goede beveiliging tegen bliksem beschermt mensen en voorkomt schade aan gebouwen, apparatuur en het milieu. Een goed voorbeeld daarvan is de energiecentrale van Amsterdam. Stilstaan, geen productie kunnen draaien. Dat is de grootste en tegenbrand. Bij een blikseminslag is de kans heel groot dat er brand ontstaat. En dat heb je niet als er een bliksembeveiliging ligt. Van ontwerp naar de volledige uitvoering. Van der Heijden is gespecialiseerd in het volledige proces. Zoals bij de nieuwe biogascentrale van de Suikerunie in Hoogkerk. Naast de traditionele bliksembeveiliging is door de dichte elektrotechnische infrastructuur in Nederland beveiliging een belangrijk onderdeel geworden voor, tijdens en na het bouwproces. We zijn in elk geval de grootste van Nederland, Europa, wereldwijd durf ik het niet met zekerheid te zeggen. Maar daarin zijn we best wel leidend. We hebben zittingen in normcommissies voor de bliksemnormen. En wij doen heel veel grote industriële installaties. Regelmatige controle van beveiligingsinstallaties is noodzakelijk. Niet alleen om de levensduur van de installatie te verlengen, maar ook om kosten te besparen en een veilige werkomgeving te garanderen. Hier ligt een bliksembeveiliging op asilo. En die zijn we visueel, controleren we die. En de persverbindingen zien we na. Alles dat er een beetje een slag in zit, halen we er weer uit. De plaksteuners plakken we weer opnieuw wat die los zitten. En de meting doen we beneden. Om onnodige bedrijfsongelukken te voorkomen, inspecteren we installaties op ontploffingsgevaar, kijken we naar valbeveiliging op het dak en naar het ontladen van vrachtwagens. Voor de veiligheid van uw bedrijf.